What's up guys, welkom op Monza en dit is één van de meest legendarische circuits ever, sowieso natuurlijk in Formule 1. En ik had het geluk dat ik hier in 2019 bij kon zijn en dat was zo'n belachelijk vet jaar. Want dat was het jaar waarin Charles Leclerc hier de race won en de tifosi helemaal wild ging. Dit weekend zal het er waarschijnlijk allemaal een beetje anders uitzien. Dit heeft namelijk ook te maken natuurlijk met de plek waar Ferrari op dit moment staat. Staan er niet heel erg goed voor. Hebben natuurlijk een flinke stap teruggezet. Maar we gaan proberen in ieder geval vandaag in een Ferrari de race van Italië te winnen. Ik heb geen idee vanaf welke plek ik moet starten. En waarom focussen we zo op Ferrari? Om heel eerlijk te zijn, jongens, ik ben bang dat dit gewoon een Lewis Hamilton, Mercedes circuit gaat worden. We hebben natuurlijk al de kwalificatie gezien. Vandaag is ook de sprintrace, we nemen dit op zaterdag op. Ik ga met groot interesse kijken natuurlijk, maar Mercedes front row lockout voorspelt weinig goed voor Verstappen. Het duurt nog wel heel even voordat we weer wat richting Max Verstappen circuit gaan. Dus vandaag Ferrari, een legendarisch merk op een legendarisch circuit. En we gaan ons best doen. Starten vanaf de 9e plek. En gelijk zoveel mogelijk plaatsen proberen te pakken. Ah, dit is een hele goede start. Veel al gebruik gemaakt van de overtake button. Hij komt dan wel weer langs zij. En naar de 4e plek. Dat is echt een fantastische start. En weer gebruik maken van de overtake button. Om niet echt dichter bij Bottas. Althans, langzaam. Ik heb het vermoeden dat hij de overtake button nog niet gebruikt. Nee, ze zijn echt een stuk sneller dan dat ik ben op het rechte stuk. Moet er dus wel gebruik van maken. Oh, hier kunnen we het verschil maken. Blijf wel in het kielzog, maar oké. Okay. Brilliant maneuver. Two places at once. Okay, clear. Het was een gevalletje de lachende derde. We werden wel geraakt, waardoor we een aardig gat hebben kunnen slaan. Alleen Hamilton nog voor ons. Maar dat gat gaan we denk ik niet dichter. Ik ga natuurlijk alles geven, maar en hier zat ik dan in 2019. Zoals ik al eerder zei, echt een fantastisch moment voor Charles Leclerc. Won natuurlijk die week daarvoor Spa-Francorchamps. Deed wel een nasty trucje bij Sebastian Vettel. Had hem een toon moeten geven tijdens kwalificatie. Dat deed hij niet. Oh, en hier verliezen we hem bijna. Dat is doodzonde. Dat kost ons een hoop tijd. Ik merk toch wel, deze auto is een stuk minder snel dan die van vorig jaar. Het is dan ook echt moeilijk om de Red Bulls en de Mercedes erbij te benen. Om daar een beetje mazzel bij te hebben.
Zo ziet Bottas komt alweer dichterbij. En de rest is bijna op. Probeer je hier toch vaak wel zoveel mogelijk van de curbs weg te blijven. Want vaak genoeg daar gespint hoor. Hier recht stuk op, maar Bottas binnen 1,5 seconde. Met nog 2 ronden te gaan. Het zou prachtig zijn als we deze op de tweede plek vast kunnen houden, maar... Echt, ik moet echt die curb niet pakken, want dan is het gelijk gedaan. Je eigenlijk zo min mogelijk tegensturen. Bijzonder lastig geworden. Nee! Oh, dat is zuur zeg. Vlak voor zijn lang rechtstuk. Okay, focus. We need to stay on form. Oh, daar gaat hij weer. Ga ik hier dan alles weggooien in de laatste ronde zo? In ieder geval een zeker lijkt het podium. Hier krijg ik een DRS tegen. En die gaat Perez wel inkoppen, denk ik. 2 tiende, ja, 1 tiende. Daar komt hij al. Als we binnen de seconde voor Bottas blijven, dan kunnen we heel misschien nog iets geks doen. Lijkt me niet. En nu echt alles uit die batterij knijpen wat erin zit. Want anders komt Perez wel heel hard dichtbij. Die heeft natuurlijk hier een DRS. Die we akelig dichtbij. 3 tiende. En het gat wordt kleiner. Laatste kleine beetje overtake. Woef. Oei. Dat was even zweten zeg. Oké, derde plek. Dat is zeker niet verkeerd. Ik denk dat de tifosi helemaal wild zal gaan als Charles Leclerc hier vandaag of morgen een podium weet te pakken. Ik zou denken op dit moment dat ook het hoogst haalbare zijn voor Ferrari. Al zou die waarschijnlijk naar Mercedes, Red Bull of McLaren gaan. Helaas, toch aardig wat slordigheidsfoutjes. Komt Bottas van profiteren. Ik denk ook dat dit voor ons... Als we perfect hadden gereden, dan had er P2 erin gezeten, maar P3, prima. Dit was de GP op Monza, jongens. En ik hoop dat jullie dit weekend ook heel veel plezier hebben bij de race. Voor iedereen die bij Zandvoort was geweest, nog heel even kort daarover. Het was echt werkelijk waar fantastisch. Echt dikke complimenten naar de organisatie van Zandvoort, want het was perfect geregeld. De reis ernaartoe, de race zelf... alle faciliteiten op Zandvoort zelf waren ook perfect geregeld. Ik heb nooit lang in rij hoeven te staan. Bier halen ging supersnel en top. Naar de wc gaan ging redelijk snel en top. Echt werkelijk waar fantastisch. Dat wilde ik nog heel even kwijt over Zandvoort, jongens. Heel veel plezier bij de race. Tot de volgende keer. Ciao.